Yo, 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 yo! Beste kijkers, ik ben helemaal doodop. We hebben echt zo vreselijk ver gefietst. Alle stekken waren bezet en ik ben nu echt in de middle of nowhere. Je zou denken, Daniel, waar breng je mij heen? Maar kijk eens even. We gaan naar de stek. Niemand die mij ziet. En kijk eens even, wat een ruimte. Alles voor mezelf hier. Oh, alle stekken waren bezet. Maar gelukkig is het hier vrij. Ik heb echt meer dan genoeg ruimte. Happy days, ja ja. We gaan sowieso een visje vangen. Ik ga even, als de wieden weer gaan, alles opbouwen. Dan laat ik jullie zien waarmee ik vis, waarmee ik ga voeren. Waar ik eventueel ga vissen. En er gaat sowieso een visje uitkomen, geloof mij maar. Ik heb zo vreselijk ver gefietst. Echt meer dan een uur. Ik ben helemaal kapot. En dan kom je op de stek aan. Dan ben je rustig aan het uitpakken en dan besef je in één keer dat je piepers nog thuis liggen. Ja, dan sta je toch in één keer te kijken, hè? Weet je hoe kut het is? En ouders kunnen ook niet even komen brengen, denk ik. Dus hoe we dit gaan oplossen, ik heb geen idee. Ik ga even proberen wat fanboys hier uit de buurt een appie te sturen. Misschien dat die eventueel wat piepers over hebben. En anders, ik weet het echt niet. Yo. Yo man, met Daniel van het DVS team. Yo, alles goed? Maar lekker, ik ben net helemaal aangekomen en ik ga even een nachtje in mijn eentje. Maar ik ben mijn piepers en zo thuis vergeten. Dus mijn vraag was eigenlijk, zou ik van jou voor dit nachtje even twee piepers mogen lenen dat ik ze morgen even kom langsbrengen of dat je ze morgen kom ophalen wat jij zelf fijner vindt? Ja toch? Dan ben je echt een held als je vanavond even komt. Dan neem ik een. Zo, je bent een held. Ik kom er morgen gelijk terugbrengen of wat je ook wil, ja? Ja, ja, spreek op vanavond. Je moet even een locatie via de app sturen. Ja, is goed. Ik zie je vanavond, ja? Ja. Lekker. Piepertjes, sound in de box, alles is geregeld. Dus geen paniek meer, geen stress meer. We gaan vissen, ja. Nou, dat is geregeld. We zijn de laatste tijd heel veel bezig geweest met het opnemen van video's met korstvissen, panvissen en een beetje struinen en zo. Nu kom ik er dus achter dat ik nog veel meer spullen ben vergeten. Dus het leek even goed te komen, maar het kan blijkbaar dus nog erger. Maar geen stress. Ik ben dus bijvoorbeeld mijn mapje met mijn onderlijnen vergeten. Even snel twee nieuwe geknoopt. Ja, die ganzen die maken een beetje veel lawaai. Daar zo. Waar was ik gebleven? Nu heb ik dus twee nieuwe geknoopt. En die zien er hartstikke mooi uit, maar die moeten natuurlijk nog wel even gekookt worden. Want anders dan is de krimpkuis niet goed en dan haakt hij niet goed. Nou heb ik een gastenstelletje wel bij me. Maar ook geen pannetje of zo, dus wat heb ik bedacht? Ik ga deze leeggieten. Ja. Bierenbeul Daniel. Het moet, het kan niet anders. Zonde. Oké, dan gaan we met deze de helft hiervan eraf knippen. Zodat ik een soort heel klein mini pannetje heb. Ik doe een klein beetje water in. En dan gaan we die op de kook zetten en hopen dat het werkt. Ik denk het wel. En dan kunnen we alsnog even de onderlijn erin doen. Even het krimpkruis laten krimpen. En dan de boter pompen. En dan gaan we lekker varen. Oké, nou het is enigszins gelukt. Niet helemaal mooi afgewerkt, maar dat is niet nodig. Ik hoop dat het werkt. We gaan even dit ding aanzetten. Hier is die. Hoppa, die staat aan. En dan gaan we hier een klein beetje water erbij doen. Oké, zo. Hier is de warmste plek. Nou hoop ik echt dat het gaat werken. We gaan het zien. Nou, het komt nog niet helemaal. Maar het is al wel warm genoeg. Want kijk, dit is de krimpkuis die gekookt is. En dit is de ongekookte. En het verschil is nou dat dit helemaal strak eromheen zit. En met een mooie bocht erin. Die trek je erin en als het afkoelt blijft hij zo zitten. Dus als de karp het azen pakt, dan haakt die haak veel beter. Hè? En ja, we gaan het even laten zien. Dit is hem. Degene die nog moet, even skeren tijden, maar het kan niet anders. Die laten we er even in liggen. Hoeft eigenlijk niet zo lang hoor, maar ach, weet je waarom niet. En kijk, dan komt hij er weer zo uit. Eigenlijk moet je hem dan gelijk even zo zeg maar een beetje aantrekken, zodat die bocht er mooi in komt, zoals bij die. Maar dan kan ik zo meteen nog veranderen als ik de camera even weg doe. Maar het werkt in ieder geval wel, dus we gaan de lijnen beazen. Yo. En dan kunnen we. Ja hoor.
Yo, dat is goed. Yo man, en zo staan ze dan op een kekke statiefje. Mario is de redder in nood. Lekker bezig man. Ja man, je bent echt een held. Alles moest ik helemaal naar huis. Ai, ai, ai. Even flink wat doorgefietst, maar we zijn er. En kijk eens met wie we zijn. Yo man. Yo man. Jij gaat even een lekker dagje mee vissen. Wat de bedoeling. Ja toch, en we gaan sowieso een vis vangen. Vannacht helaas niks gevangen. Maar deze gozer hier heeft mij even geholpen. We gaan vandaag even lekker hier vissen. Even bak vangen. Ja toch, nog nooit eerder hier geweest. Maar we hebben even burgers gehaald, alles. We gaan dadelijk lekker eten, even zwemmen. Het is echt niet normaal heet. En teamstijl hamburgers. Ja, ja, maar je weet het, zo hoort het. Nou dames en heren, niet te geloven. Zo twee weken geleden ongeveer was het nog 10 graden of zo denk ik. Zoiets. En nou, ja, nou is het flink later in de middag. Dan moet je kijken naar mijn rug. Dus even kijken of ik een beetje goed bij kom. Zie je dat? Zijknat die rug. Zo erg hè, ik zweep me helemaal kapot. We gaan zwemmen gek. En hoe? Ah. Zo. Zal ik hem pakken? Ja, ik zou hem pakken. Ja. Ik zou hem als ik jou... Oh ja, maar... Hey, dubbel goed! Ik dacht dat het een kleintje was. Weer een video. Kijk dan. Zo, pas op met die boot gek. Waar moet ik je kreddel zetten? Ja, laat nog maar even staan. Eerst even scheppen. Moe dat, ja, na de afgelopen nacht niks hebben gevangen. Nu in de middag. Even goed uitrillen. Even zorgen dat die vis een beetje moe is voordat hij op de kant ligt. Maar het is op zich best wel leuk hoor. Ik zeg je heel eerlijk. Kom maar scheppen, hij is moe. Een soort van. Juist. Hij is camera schuw. Ja. Okay. Mag die? Ja, ja. Wat zie je? Oh, nee. Wat doe jij nou? Nou best wel een leuke vis, dikke rug. Je hebt zeker geen weegschaal bij je, of wel? Jawel. Ja, lekker man, dan kunnen we hem gewoon even wegen. Zo, moet je kijken, hij zit echt net in het onderlipje, echt heel klein gehaakt. Wel geluk gehad. Op de squid creel van Nash, met een kleine witte pop-up erbij, kokosmaak. Kijk, lekker bekkie, woe! Lekker man. Happy days. Brute vis, kijk hoe lang die is. Echt bizar. Echt een super mooie vis. We dachten even dat het een dubbel in was, hè? Maar we mogen niet klaar. Ik mag allebei de hengels weer uitvaren. Maar toch wel lekker voor een visje. Ik heb toch wel een goed gevoel. Hij is echt lang man. Even de andere kant en dan mag hij weer terug. Kijk dan. Goed uitgedeeld. Spart dat niet. Dan heb je deze helemaal terug. Nou, zeg maar tegen je vriendjes dat het eten klaar ligt. Dat ze allemaal welkom zijn bij oma Daniel. Nou, laten we hem een beetje bijkomen. Maar kijk. Hij is weg. Ja, kapé, hè? Ja, ik ga zo heerlijk weertje, mensen. Kijk, meneer gaat even duiken. Zou ik het lekker doen? Ja, gewoon doen. Hatsie. Lekker, man. Oh, zo, die modder. Raakt hij de bodem? Eh? Raakt hij de bodem? Ja. Weet je? Oh, lekker, man. Hengeltjes liggen op scherp, super mooie achtersteunen weer. Ah joh, dat vinden die vissen vast niet erg. Hé, maar ik ga niet. Jawel. Ja, wat... Je weet toch? Hey, gisteren ook al een nachtje gezeten, niet kunnen douchen. Het is fucking warm, fucking veel zweet. We gaan gewoon. Laatste. Daar ligt hij hoor, in het water. Wat een held. Wat een soldaat. Als een vis in het water. Ah. De beurs aan het bakken, daar staan we weer een hoogtepuntje. En deze man heeft gewoon even geregeld. Zeg het maar. Dat ik een nachtje mag blijven terwijl ik morgen naar school moet om 11:15 was. Maar dat maakt niet uit. Dat is wel even lachen, hè? Mijn vader die is normaal niet zo makkelijk. Terwijl wij elkaar eigenlijk helemaal niet kennen. Maar het is toch wel even gezellig zo, toch? Oké, okay. En de zaken kunnen raar lopen, hè? Zo zie je maar weer. Ik ben gisteren door niet ingekomen, nou, al een keertje eerder, dus ik had zijn telefoon nog gehad. Hij is een kijker en hij heeft mij uit de brand geholpen, even piepers komen brengen en geholpen aan deze stack. Nou, wil ik er heel graag mee vissen, dus ja, weet je waarom niet. Een beetje onverwacht, maar wel heel leuk voor een keertje. We gaan van het jaar nog een keertje giveaway doen, karpenvissen met een kijker. Dus dat komt allemaal nog, maak ik daar maar geen zorgen over. En voor nu, ja, hij is zijn spullen ophalen. Ik ga even lekker chillen hier zo, laatste zonnetje.
gaan sowieso een paar vis gevangen worden. We gaan zo meteen lekker bakken. En we gaan het zien. Lekker hoor, de man is net terug. En hij is helemaal gaat gelijk. Best of niet? Nou, hij voelt wel sterk aan. Ja, toch, we hebben hier flink wat aanmoediging van de fangirls. Hallo! Lekker man. Sukkeltje. Hij lief zijn tegen vrouwen, hè? Anders krijgen we gezeik. Hij zit ergens aan vast. Ja, loop daarin dan, want je bent daar aan het vissen. Ik pak het schep net, ik kom er zo aan. Hier, ga jij het door niet meer even filmen. Laat zien die camera. De trein is om. Ja toch, lekker bezig. Kom, kamervrouw, even lekker van de weg. Nou, hey, we betalen hier niet voor niets, hè. Kom op. Zo, lekker man. Jezus. Voor het slapen gaan tweede visje. Ik hoop niet dat mijn record is. Ja, wel, want dan krijg je gewoon een dikke emmer water. Ja, ja, ik zag het ook wat te kijken. Voorschub of zo. Nee man, schub. Nee. Gewoon grote schubben. Vergroeide schubben. Oh, ja, bijna. Poging mislukt. Ja joh, best gaan. Daar heb ik bij. Tek hem omhoog met zijn kop. Hoppa. Lek. Kijk eens even. Zo, druk. Zo, het is een best hoor, Don. Ja. Ja, een dikke rug. Kijk eens. Lekker, kijk dan. Ja, je redt de 12 pond wel. Ja, nou, op zich leuk, op zich leuk. Maar hey, jongens, niet nummer 2. Hij is zwaar, hè? Ja, okay. Hij is zwaarder dan die vorige, hè? Zeker? Ja, sowieso. Ik denk dat hij niet 10 kilo wil aantikken. Hij is echt dik. Oké, okay. Ja. Ja, laten we het hopen. Loven! Kijk, hij is echt dik. Anders gaan we hem even onderhaken. Hé, hey, op welk onderlijntje? Op de DW Fishing Team onderlijn. Ja, daar zit hij hoor, daar zit hij hoor. Kijk eens even, wat heb je daar dan? Ja, dat is een visie. Zo, en wat voor een? Eentje met een start. Ja man, een mooi hè, kijk eens ja, even. Zo netjes. 7,5 kilo. Niet heel graag. Wat vind je ervan? Perfect. Perfect, je weet het. Duimpie. Lekker man, andere kant even laten zien. Zou ik de andere kant even laten zien? Ja man. Als die niet spartelt. Rustig aan. Dus de andere kant. Kijk man, die bovenkant van die schubben zijn zo raar. Lijkt wel even een voorschub in het water. Goeie maar... schubben. Mooi man. Nou, mag die terug? Heb je mooie foto's? Lekker man. Come on. Happy days. Blije koppen niet te stoppen. Ai, het is niet te geloven. We vangen gewoon nummer 2 binnen een uur. Ja, het is misschien 3 kwartier later of zo. Jezus. Ja, dan gaan we lul in het boek zitten. Ja. Dat kan niet anders. Nou, misschien wel gouden ballen eronder ook. Zo, dat moet wel, hè. Hij zit niet vast deze keer. De man heeft hem kunnen redden. We hebben nog meer fans. Fan nummer 1. Die hebben nog steeds de fangirl, die bleef maar op de stek. Jee. Daar ben je ook moe van, hè, op een gegeven moment. Niet normaal. Vooral omdat je ex is, hè. Zo, hij kwam echt super hard hier in zwemmen, maar meneer zegt het is brazem. Ja, dat dacht ik. Maar gelukkig niet. Kom, Tex, koppers omhoog. Zo, hij is ook weer dik hoor. Dat zou wel weer een gezichtbedrog zijn. Oh ja hoor. Hij zit erin. We hebben hem binnen. Eens even kijken. Zo. Nou, hij is echt wel van te kijken, hij is echt wel dikker. Dat is wel een wat langer reden. Eerder een visie vangen. Lekker man. Hey, applaus. Ik wil applaus horen. Lekker, lekker, lekker. Ik ben al zo vaak met Daniel mee geweest met vissen. Dit is de eerste keer dat hij niet bleef. Ja, zo. Echt een grote vis, gek. En mijn water? Ja, staat hij al klaar. Nou, laten we even die pen zien. Kijk, dat is een dik visje. Hij heeft echt een dikke buik, gek. Laat eens even de haakje in zijn bek. Kijk, onderlippie. Netjes. Alweer op die squid... wat is het nou? Ja, squid krab kril. Nee, het is squid kril. Met een... Ik zeg het wel goed, met een witte kokospop-up. Juist. Al de derde daarop vandaag. Alleen, hij zit best wel stevig in dat harde... Is het water stukje. Er wel uit? Ja, het water is uit. We hadden het er net nog over. Laat hem alsjeblieft zwaarder dan 24 pond zijn. Nou, de mat weegt 0,5 kilo en hij geeft 13 kilo aan. Dus dat betekent dat de vis 25 pond is. Dus dat meneer een emmer water over zijn hoofd krijgt, dat hij een nieuw PR heeft. Maar toch wel een hele mooie vis, hey. Niet zo zielig kijken. Kijk, echt een flinke. Mooie. Zo gek. Mooi schuppie. Ja man, we hebben even mooie foto's gemaakt. Ideaal, en een nieuw PR betekent een emmertje water dus. Mevrouw. Oké, tel me wel af. Ik ga hem aftellen. Beloofd. M-
Mag jij? Ja, ik ben overigens. Oké, ja, maar wacht. Ja, dan ik heb net gedoucht. Dan doet hij zo 3, 2 en dan gooi je hem mee. Oké. 3, 2, 1. Zo, lekker! Ja, man. Nieuw PM mag altijd versierd worden. Natte zak. Natte zak, niet stoppen, natte zak. Zeg maar, klein lulletje in hem. Oh ja. Hey, zullen we maar weet je, het is het waard, we gaan hem terugzetten. Hey. Oh, het is niet echt warm. Nee, dat snap ik. Zo, lekker man. Echt wel een flinke vis hoor. En hij zegt nog, het is een brazem. Is het zijn nieuwe record? Ik ben grappig gek. Nou, jawel, laat me los. Hij gaat gelijk. Kijk. Gek man. Lekker. Ben je blij? Ik ga erin springen. Ja? Doe dan. Ja, toch nog even lekker brug gezeten. Uurtje of 12. 3 vissen overvangen. Kapot, moe. Ja man, we gaan lekker slapen. Lekker. Vandaag sowieso nog wel vissen. Minimaal 2 denk ik. En anders morgenochtend wel. Wat was het? Ja hoor, kijk hem zitten dan. Is hij dan? Met 3 van de nacht. Lekker, maar hij flikt het gewoon. Je hebt wel een hele beste nacht, hè? Inderdaad, lekker. Niet koud. Af en toe een klein beetje wind. Joh, ik heb er helemaal niks van gemerkt. Je hebt ineens een schil, ja, brazen met alle lijnen heen, dit had. Zit hij weer met zijn derde kaper. Ja, het was inderdaad even vechten. Ah ja, toch? Even foto's schieten en dan mag je zwemmen. Later. Ja. Zo. Ah, joh, lekker. Goedemorgen, hoe laat is het? 6 uur, 6:30. Ik heb niet gekeken, maar het begint net licht te worden. En het ligt toch. Het water van weg. Kijk, weer, hij is weer zo'n spas aan doen, jongen. Wat doe jij met die vis, jongen? Ja, ik doe het rustig aan, maar hij wordt helemaal gek van mij. Dus hij is gewoon spas. Ja, oké. Ik vond ook wel weer een leuk vis, hè? Ja, het zal geen 10 kilo zijn, maar dat hij de 8 kilo wel weer aantikt. Zo, hij is helemaal zo. Zo gek aan doen. Echt ontspannen. Nou ja, super mooie vis hoor. Eerlijk is eerlijk. Ja, daar mag je blij mee zijn. Ja, we hebben al een mooie foto geschoten. 2 vis voor mij, wat 3 voor jou. Nou, voor het licht is 5 vissen gevangen, maar Donnie, je hebt wel een beetje een gouden loon, hoor. Gewoon niet daar, hè. Kijk, hier is de andere kant. Ja, we hebben de drill wat dan ook nieuw film. Was het iets te donker voor. Ah, dat beest is helemaal gek. Stuipen. Zieke, lekker vis. Ja toch? Goed weg, hè? Ja. Lekker. Goedemorgen. Het is inmiddels tijd voor kleine Donnie om weer richting school te gaan. Spullen heeft hij wat ijs gegooid, alles ingepakt. En Don, het was gezellig. Zeker gezellig. We gaan er zeker nog een keertje vissen. Vond je het nou een leuke video? Doe je dan even een duimpje omhoog. Abonneren voor meer. Je weet het, je kent het. Ik blijf nog heel eventjes zitten. Even chillen met Huub. En nog even een visje vangen misschien. En zometeen vertrek ik weer naar de volgende sessie. Weer even een dagje op het kanaal. We blijven doorgaan. Hou het kanaal in de gaten. Ik zie jullie de volgende keer.